4000 euro. Dat is de opbrengst van de op Versace geïnspireerde schilderijen die deze maand zijn geveild voor het goede doel, het Beatrix Kinderziekenhuis. Vier Groningse kunstenaars lieten zich voor de veiling inspireren door de Italiaanse modeontwerper, die nu een expositie heeft in het Groninger Museum. Het ziekenhuis is blij met de opbrengst. Het is een prachtige cheque met een waanzinnig bedrag. En ja, dat is voor ons enorm waardevol om dit soort mooie bedragen te ontvangen. Doordat we gelden krijgen van de donateurs is het mogelijk dat wij mooie welzijnsprojecten kunnen financieren in het Beatrix Kinderziekenhuis. Projecten die echt voor afleidingen zijn, maar ook afleidingen die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden tijdens behandelingen. Dus waar veel meer aandacht is voor stress of angst, vermindering bij kinderen en ook wetenschappelijk onderzoek. Normaliter ben ik niet zo graag in een ziekenhuis, maar dit is een mooie aanleiding. Voor ons is het een hele mooie situatie dat wij eigenlijk met een tentoonstelling zijn, waar je komt om dingen te bekijken, iets los kunt maken wat helemaal ver buiten ons eigen bereik is. En dat is heel fijn. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar, maar ik wil er ook echt wel bij benadrukken dat we echt enorm dankbaar zijn voor deze samenwerking. En dat maakt ons werk mogelijk.